Wij produceren zoveel ui omdat er heel veel geëxporteerd wordt. We zijn daarin de grootste exporteur denk ik, van de wereld qua volume. En die ui die gaan naar heel veel bestemmingen. Maar meestal naar een bestemming waar op dat moment een calamiteit is geweest waardoor er onvoldoende uien zijn. En wij leveren dan die uien en we kunnen ze heel goed bewaren. Wij bewaren meestal tot de laatste ui, tot in juni. Maar de bewaren ze en dan sluiten we alweer aan op nieuwe oogst. En uiteindelijk kunnen ze in een container echt nog wel een aantal weken doorbrengen. En dan kunnen ze uiteindelijk bijvoorbeeld in Brazilië aanlanden waar op dat moment geen uien te koop zijn. En waarom hebben wij niet de beste uien in de supermarkt? Het buitenland betaalt vaak een betere prijs voor de ui dan onze lokale grutters. En dat zorgt ervoor dat in Nederland wat wij exportkwaliteit noemen is top. En wat ze in het buitenland exportkwaliteit noemen, dat is vaak de shit. Dus ja,